Homerus Ilias, boek 22, vers 79 tot en met 89. Hector staat alleen buiten de stad. De rest van de Trojanen zijn binnen de stad gevlucht. Hectors ouders proberen hem over te halen om niet met Achilles te gaan vechten. Eerst probeert Priamos het, zonder resultaat. Nu spreekt Hecabe, zijn moeder. Hecabe wordt gelijk in het eerste vers geïntroduceerd als mater, moeder. Priamos daarentegen wordt alleen met oude man, Geroon, aangeduid. Hecabe, haar naam wordt niet genoemd, maar alleen haar functie, mater. Gaat verder, oude op haar beurt daarentegen en dan volgt heteroten. Heteroten geeft de situatie weer. De mannen en de vrouwen stonden gescheiden op de torens en vandaar dat dit gemeld wordt. En zijn moeder op haar beurt aan de andere kant, dus op de andere, gescheiden van de mannen. Dacru Geusa. Twee keer wordt gesproken over Dacru Geusa. In 79 en in 81. Tranen vergietend. Vaste uitdrukking komen we vaker tegen. In vers 80 worden twee verschillende handelingen beschreven. Allereerst Kopon Aniemene. Dat is het losmaken van het bovenste deel van de kleding. Het deel van de kleding dat de borst bedekt, dat is de kolmos. En de tweede handeling is heterefi. Dat gebeurt met de andere hand. Dus met de ene hand maken ze de kleding los, houdt ze de kleding weg. En de andere hand maatzon aan esche. Aan esche is van an ego, een derde persoon enkelvoud aoristus. Met de andere hand hield ze haar borst omhoog. Vers 81, dan wordt aangegeven dat ze gaat spreken. Kai min, min is in dit geval gelijk aan auton, hier wordt Hector bedoeld. En tot hem, tranenvergietend, met tranenvergietend hoort, congrueert bij mater, bij de moeder. Epia optoruenta, dat is de gevleugelde woorden, pros auda sprak zij, gevleugelde woorden. In vers 82 begint de reden, die duurt tot en met regel 89 waar ons pensum stopt. Net als Priamos begint ook Hecabe met de aanroep van Hector, alleen zij volgt direct met technon eimon, mijn kind. Priamos deed dat iets later in het vers, maar ook weer in het openingsvers. Tadete aideo kai me eleison. Hier wordt al twee keer een gebiedende wijs gebruikt. De gebiedende wijs komt vaker terug bij Hecabe. In totaal vijf keer. De eerste keer is dus hier. Tweede keer daar. En dan hebben we in regel 84 twee. En in regel 85 nog één. In vers 82 zien we ook een parallele structuur. Eerst lijnend voorwerp en vervolgens de imperativus. Wat zegt ze nu? Tade aideo, aideo imperativus. De eo wordt later een oe-klank. Heb respect. En tade verwijst naar mazon, naar de borst die ze dus in vers 80 in de hand had genomen. Heb eerbied hiervoor en heb medelijden met mij. Priamos zei precies hetzelfde in vers 59. Vers 83 begint met auten. Auten congrueert met me. Heb medelijden met mijzelf. En dan volgt een bijzin met ei. Als potte, ooit, als ooit aan jou. Epeschon, ep plus ego. Een eerste persoon enkelvoud aoristus. Als ik ooit aan jou heb gegeven. Matzon, de borst. En bij de borst wordt verteld dat hij latikedia is. Verdriet stillend.
De borst zorgt ervoor dat kinderen, baby's stoppen met huilen, bijvoorbeeld als ze gevoed worden. Toon in vers 84 verwijst naar die borstvoedingen. Mnei zei, herinner je, denk aan, toon aan deze momenten, aan dat. En dan volgt philetechnon, geliefd kind. Een variatie op het technon emon in vers 82. Dan volgt dit stukje, is een stukje van retrospectie. Hier kijkt ze terug naar het verleden en dan volgt haar advies in de volgende anderhalve zin. Amune, blijf, Amune weer af, de Ion Andra weer de vreselijke man af, de vijandige man af. En hoe die dat moet doen, tijgeheel zijn tot Eon, terwijl je binnen de muur bent. Eon participium preusens van het werkwoord eimi. Tijgeos, eos is de uitgang van de genitivus enkelvoud. Merde, promos, histas tot doutoi. En wees niet, mer ontkenning van de gebiedende wijs. De gebiedende wijs is histazol. En stel je niet op, promos als voorwechter. Hier is het predicatief gebruikt tegenover toutoi, hem. Hiermee wordt Achilles bedoeld. Vers 86 begint met schetelios. In Enjambement al eerder had ook Priamos dit gebruikt en ook daar was het gebruikt dubieus. Het onderwerp van schetelios kan Achilles zijn, omdat Achilles het onderwerp is in de zin die volgt. Maar het kan ook verwijzen naar Hector, dan is het een aanvulling bij Promos. Wees niet halsstarrig als voorvechter en dan moet je het vertalen met halsstarrige. Terwijl in de vertaling is nu ervoor gekozen om het bij Achilles te plaatsen en dan vertaal je het met de vrede of de meedogenloze. Vers 86 gaat dan verder met een bijzin. Die wordt ingeleid door het voegwoord ei, want als en dan volgt een conjunctivus aoristus, zonder an, maar het is hier wel een futuralis. In het woordenboek bij taaleigen van Homerus, in de laatste druk te vinden op bladzijde 618, is te vinden dat dat gebruikelijk is bij Homerus. Ze verwachten hier dus al dat Achilles Hector doodt. Dat is niet eens een vraag. Voor haar staat dat vast, want als hij je gedood zal hebben, en dan volgt een prospectie. Ze begint met een retrospectie, dan volgt haar advies en hier komt dan een prospectie. Conjunctivus futuralis in de bijzin, er volgt een futurumvorm, clausomai in de hoofdzin. Niet zal ik ze, zal ik jou, eti nog, niet zal ik jou meer bewenen. Ego ge achter een woord geeft extra nadruk aan het woord. En legge esi, hier wordt een lijkbaar, een doodsbed bedoeld. Het enkelvoud is gelijk aan het meervoud. En dan voor de derde keer spreekt ze hem aan. Philon talos in dit geval. Eerste keer is het met technon eimon, vervolgens met file technon. De eerste was in 82, dan 84 en nu in 87 Philon talos. Philon talos is een vocativus enkelvoud onzijdig. Dat is van belang omdat de betrekkelijke bijzin begint met hon. Hon is mannelijk enkelvoud en kan dus niet verwijzen naar Philon talos, omdat dat onzijdig is. Hon, het antecedent, daarbij is se. In het vers ervoor. Die ik te kom is dan een aoristus van Ticto. Die ik baarde, autè, die ik zelf baarde. Nogmaals, autos, autè, auton. In de nominatief is enkelvoud vertaal je met zelf.
Dan wordt de zin weer opgepakt. En niet zal ik jou bewenen. En niet allogos polydoros. En niet je echtgenoten met een grote bruidschat. Dit is een ellips. Je moet het werkwoord klausetai aanvullen. Niet zal jou bewenen. Je echtgenoten met een grote bruidschap. Hector die had veel geschenken gegeven aan de vader van Andromache, Eetion. Maar Andromache had ook zelf een grote bruidschat meegekregen. Hier wordt dat epitheton dus gebruikt. Ze hoopt dat de gedachte aan Andromache hem zal overreden om niet met Achilles te gaan vechten. Dan volgt nog een plaatsbepaling. Anuiten te verbinden met Mega. Zeer ver weg van en na Anuiten volgt een genitivus. De genitivus is een genitivus dualis. Noin is de genitivus dualis van hem, hij is ons. Maar zeer ver van ons beiden. Er worden dus twee mensen bedoeld. Waarschijnlijk denkt Hecaba hierbij aan zichzelf en Priamos. Maar ze heeft net zichzelf en Andromache genoemd. En zeer ver van ons beiden, beide schepen van de Grieken, zullen opeten, weer een futurum vorm, katedontai derde persoon meervoud futurum, zullen verslinden, cunes, tage es de snelle honden. Ook zij komt met de honden aanzetten waar Priamos dat eerder had gedaan en waarmee ook de Ilias begint, vers 4 van het allereerste boek. Als we dan nog een keer kijken naar de hele reden van Hecabe, dan de dingen die al genoemd zijn. Het veelvuldig gebruik van de imperativi. Het gebruik van de herhaling van het kind zijn. Maar ook legt ze veel nadruk op ze, jij. De driedeling in de speech. Allereerst begint ze met een retrospectie over het zogen en dan het advies voor het heden en dan de prospectie waarin ze zijn dood en het niet kunnen bewenen van hem voor ogen haalt. Het advies van Andromache is dus in 84, of het advies van Hecabe is in 84-85. Weer die man af terwijl je binnen de muren bent, en dat is hetzelfde advies dat Priamos geeft in vers 56-57. Priamos zegt daar, kom binnen de muur, opdat je de Trojanen en de Trojaanse vrouwen redt, en niet grote roem geeft aan Peleus' zoon. En opdat je niet zelf beroofd wordt van je leven.